Tijdens de total lockdown van de vorige week zijn er in totaal 126 overtreders aangehouden. Dat zei hoofdinspecteur Humphrey Naarden op de persconferentie van het COVID Outbreak Management Team. Volgens Naarden wist het gros van de personen niet dat de lockdown de hele dag gold. De inspecteur concludeert hieruit dat deze mensen de officiële berichten niet volgen. Naarden legt verder uit dat tijdens de avondklok van zondag 23 augustus 26 personen zijn opgebracht die de avondbussen doorbrengen op de politieacademie. In de nacht van maandag 24 op dinsdag 25 en in de nacht van dinsdag op woensdag hebben wij dus 48 mensen aangehouden. Dus dat je zo splitsen in twee, dan waren het 24 mensen per avond. En in de nacht van gisteren, dinsdag 25, op vandaag, woensdag 26 augustus, hebben we 53 personen aangehouden. Verder kan ik u mededelen dat vandaag de politie permanent zal zijn bij de bruggen, en wel bruggen over de Suriname rivier, bij de bruggen over de Kopename rivier, over de Saramaka rivier en het Saramaka kanaal. Vanaf 8 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend zal de politie permanent daar zijn. Los van dus de surveillerende eenheden gaan we bij dus deze bruggen permanente wacht hebben, zeg maar. Naarden zegt dat er voorlopig geen boetes worden uitgeschreven, omdat er juridisch aan de wet nog wat haakjes en oogjes aan zijn. Waardoor we nog niet zijn overgegaan tot het bekeuren van mensen. Maar ik verwacht dat misschien deze week of volgende week er een oplossing daarin komt. Ten aanzien van dat beeld van zondag. Inderdaad, als je zou kijken naar wat naar zaterdag in vergelijking met zondag, dat was de zaterdag, alhoewel we uiteindelijk binnen het etmaal 126 mensen hebben aangehouden, overdag was het nog rustiger dan een zondag. Dus de meeste mensen hebben we aangehouden na de ochtend- en de middaguren. Toch? Dus zeg maar rond de middaguren begon het. Maar in de ochtenduren als je dus, want ik heb ook gereden, zondag, zaterdagmorgen. En het was rustiger dan zondagmorgen. Zondag heb je dus relatief meer mensen gezien. Maar het waren mensen, want we hebben ook opgetreden tegen mensen hoor. Zoals ik zei, we hebben 26 mensen opgebracht. Maar de mensen hadden dus wel een valide reden om op straat te zijn. Dat was dus zo hoofdinspecteur Humphrey Naarden. Hij sprak afgelopen woensdag op de persconferentie van het COVID-outbreak management team in de congreshal.